Over een half uurtje, oké? Okay? Dan maken we dit eerst even af. Over. Anders ga jij soundchecken. Dan help ik wel even met inpakken. Ik ken dat hele boek minimalistisch vouwen uit mijn hoofd. Dus doe er je voordeel mee. Dat is trouwens wel waar. Nou, dan kun je nog meer meenemen. Ja, top. Dan doe ik dit. En dan gaan we over een half uur lunchen. Ja. All right. Dag jongens. Hey. Ik vind het zo knap, zo zorgeloos als jullie blijven. Ik ben de hele dag aan het verven, schuren, om maar niet aan Janine te denken. Ik denk natuurlijk ook aan haar. Ja, tuurlijk. Maar ja, voor jullie is het makkelijker, hè? Ik heb er de hele dag om me heen. Ik zie hoe het echt gaat. Toch denk ik dat ze wel echt heerlijk was, hoor. Maar we hebben zelfs nog met elkaar gelachen en grappen gemaakt. Ja, met Sam had ik precies het tegenovergestelde. Toen zij naar New York wilde voor die stage, weet je nog? Zij wilde per se blijven en ik was niet eens ziek. Kun je nagaan? Anton zat toen vast. Dat is ook heftig. Ja, Ludo en Janine hebben ook echt op erin gepraat van... ga nou maar, we letten wel op je moeder, komt allemaal wel goed. Maar ze was heel stellig. Nee, mam, ik blijf. Echt zo lief van haar. Wilde je ook dat ze bleef? Ja, tuurlijk. Maar ja... moet zo'n kind zelf beslissen, hè? Weet je, zoals Janine met jou doet? Weet je dat Janine wil dat ik blijf? Oh, jeetje. Dat weet ik niet. Dat moet jij bepalen. Je hebt met haar gepraat. Ik kan alleen maar spreken voor mezelf en zeggen dat het voor mij echt heel fijn was dat Sam toen bleef. Geef maar. Ik doe het wel even. Ik ben er niet helemaal bij met je hoofd, hè?